Here we go! Zat niet mee afgelopen week, jongens. Ben ik hier eerlijk in? Maar ja, social media is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Alhoewel, ik heb net deze truffel mayonaise in een bak met pasta salade verwerkt. Nou, er is me nog nooit zoiets goeds overkomen, zeg. Ho. Als je misschien achter me kijkt, dan wordt het heel lastig opnemen voor bij dingen. Ja, daar zie je het al. Ik hoop dat de camera het ook ziet. De telefoon ziet het wel. Kwart laten vallen. Nou, daar begon het mee. Met werk heel weinig toegekomen aan klussen. Ik heb veel doorgewerkt. Dus daarom in vogelvlucht wat we wel hebben gedaan. 1. Pekannootjes gebakken. 2. Weer een aantal afleveringen voor Pokémon Legends Arceus opgenomen. 3. Dan hoop ik dat je het een beetje ziet. Denk het wel. Opgeruimd. Het is ietsje netter, zou ik willen zeggen. Je ziet misschien nog niet, maar wel veel stof gezogen en ja, stof weg kunnen halen. En als laatste 4, en die heb ik misschien al een klein beetje laten zien, want ik heb de deurposten in de grondverf gezet, zoals je hier ziet. Grondverf betekent deze deurpost. Nou, hier ziet het goed. Ja, zo was de kleur was van die deur, was de deurpost ook. En nu is die deurpost nou, bijna wit. Grondverf is ervoor om de ondergrond, onderlaag te dekken, zodat je niet meer die doorheen ziet schijnen. Dus dat gele mag je niet meer zien. Nou, dat lukt. Hier ze moeten we nog even wat beter doen, want daar zie je nog die kwaststrepen. Had even met een rolletje overheen moeten gaan. Kwam ik, ja, eigenlijk toen ik het deed, kwam ik erachter. Maar goed, kunnen we even opschuren en dan moet ik hem nog een keer in de grondverf zetten. En dan pas kan die in de zijdeglans, dat is de laklaag. Dat is ja, de laag die echt op het laatste erop doet. Dus ja, in totaal moet je dus ja, die deurposten 3 keer verven in mijn geval. Nou, ideaal is natuurlijk als je hem 2 keer doet. 1 keer grondverf, 1 keer lakverf. Dat is niet gelukt. Maar goed, dat heeft dus ook heel veel tijd gekost. En datzelfde geld moet ik ook nog even doen met de deuren. Want die staan hier zo, even uitgestald. Die moet ook in de grondverf. Ik verwacht dat die 1 keer grondverf, 1 keer lakverf nodig hebben. En dan ja, zijn die ook klaar. Dus dat wil ik ja, dit weekend nog doen. Dat gaat niet lukken, denk ik. Ja, en dan hoop ik al te gaan behangen. Want kijk, dan zou het toch wel heel veel schelen als we de muren ook een kleurtje kunnen geven. En dit is dan weer exclusief voor de mensen in de vlog. We gaan even naar de Hornbach om... Ik wil geen copyright. Hornbach, 1 dingetje terugsturen. Ik had grondverf op basis van terpentine gekregen in plaats van op waterverf. Terpentine is voor buiten, grondverf op waterbasis voor binnen. Dus die moet ik even terugsturen, teruggeven. En nog even een aantal andere dingen kopen die ik nodig heb. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every rebirth. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You're gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a racket like Crash. Top of my bracket, I smash. Hot like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I've never changed myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game. All out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Geweldige winkel, echt waar. Uitgebreid assortiment. En dan hebben we natuurlijk ook een grote vestiging hier in Nieuwekerk. Maar ook ja, mooie producten. Uitgebreid assortiment. Hè, goede merken. Dus ik raad zeker aan als je tijd. En als je ooit toch eens ja, op jezelf gaat of gaat verbouwen. Ga eerst even bij de Hornbach langs. Een beetje prijsindicaties. Hè, wat materialen kosten. Dan heb je haast het laagste van het laagste. En ga dan pas zoeken naar ja, de dingen die je nodig hebt online. Een beetje een referentiepunt. En weet je ook een beetje waar je naar kan zoeken.
met alle producten. Ook met bouwmaterialen natuurlijk vooral, maar ook verf, meubelen, sanitair, toilet, deuren, schoonmaakspullen, bijvoorbeeld gewoon een dwel. Nou, ook tuinmeubelen, dieren hebben ze ook. Ja, dat is bizar. Echt bizar. Ga daar zeker eerst even kijken voordat je een andere winkel raadpleegt. En dit is de buit. Een ledbak voor mijn wasmachine. Je weet maar nooit. Een waterslot die automatisch zorgt dat het water stopt als een soort van lekkage dreigt te komen. Wat schuurpapier, grof en fijn. Verf afplakband, dat zeg ik volgens mij goed. En er is wat verfreiniger. Zoals ik al zei, volgens mij net, was ik niet helemaal tevreden over het resultaat met die grondverf. Dus ik, ik wil misschien nog even nog een keer doen eigenlijk. Ik doe het liever goed dan dat ik met een ontevreden gevoel verder ga. Dus daarom even die verfreiniger speciaal ervoor gekocht. We zien het wel. Wie had dat gedacht? Van telefoon en game unboxings naar, als mijn camera wil blijven staan tenminste, een beetje een gekke positie gaan nemen. Een schoonmaakapparaat. Ja, een dwelset. Unboxing. Dit is nog reiniger om erin te doen. Maar we hebben een mooie grote box gekocht waarmee we onze vloer uiteraard kunnen schoonmaken. Ik heb hem al eerder in mijn handen gehad. Dus als het goed is, is het dezelfde als die ik gewend was. Die ene keer. Maar we gaan het zien. Ik heb hem letterlijk zo gekocht, jongens. Dat neem me niet kwalijk. Ik weet niet of ik korting daarvoor kreeg dat hij nog in de open doos zit. Maar zolang het apparatuur maar goed is, zou ik zeggen, is het prima uit. Oh, dat ziet er prima uit. Even kijken. Wat hebben we hier zo? We hebben uiteraard de dwelstok. En dan hebben we, laten we even alles eruit halen. Een dwelspons, hoe noem je dat nu? In ieder geval wat je op de grond doet om natuurlijk schoon te maken. En uiteraard de set zelf. En dat is super handig. Dit zit er ook nog in, maar dat moet je dan hier dus het ding aan doen. Die spons. Er zit een tapeje vast. Okay. Maar je kan dus, door dit ding kan je je water kan je uitknijpen uit het vel. En dat is natuurlijk makkelijk om dus snel verder te gaan. Dus zodoende ben ik daar heel erg blij mee. En gaat dat hopelijk enorm helpen met het schoonmaken van mijn huis. Wordt dat wel wat makkelijker op, dat zou ik wel zeggen. Er zit er nog één laatste dingetje in. En dat is gewoon een garantiebonnetje. Nou, kan ik kwaad. En vandaag helaas geen Pokémon Go. Dat zal ik ook niet in de titel vermelden. Want het is nu 6:15 en ik wil gaan eten en ik moet deze video nog renderen en uploaden. As usual daarvoor, hopelijk heb je dus nog wel van de vlog genoten. Ook voor mij was het gewoon een vervelende week, ga ik er heel eerlijk in zijn, en heb ik niet de progressie kunnen maken die ik wilde maken. Met Pokémon Go, met verbouwen en dergelijke, en ook met werk. Anyway, hopelijk was de vlog alsnog leuk. Ik vond het wel eigenlijk, hè? Toch een beetje kort en edits, maar wel leuk. Dus laat me zeker weten beneden in de comments. Woon je op jezelf? Ga je op jezelf? Of ga je misschien wat verbouwen binnenkort? Zo ja, ben je al bij de Hornbach geweest? Ja, ben ik wel benieuwd naar. Want ik raad het echt aan. Eerst even naar de Hornbach, daar voor rondneuzen. Dan weet je ook een beetje inspiratie, wat je moet gaan kopen en dergelijke. En dan pas ergens anders heen gaan. Bij Hornbach zit je als goed is met de laatste prijsgarantie. Dus ja, als het nog goedkoper is, dan kan je nog terug naar de Hornbach. Maar die winkel is echt aan te raden. Gewoon even naartoe. Nou, de rest bijna al één te doen. Jullie natuurlijk super danken voor het kijken en voor jullie geweldige support. Dat wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.